Vanaf donderdag 4 april kunnen mensen meedoen aan het Slim Spitsen initiatief. Dat houdt in dat mensen met het openbaar vervoer of op de fiets gaan reizen, zodat het verkeer rond de Waalbrug zoveel mogelijk gemijd wordt tijdens de spits. Slim Spitsen is tot stand gekomen samen met de gemeente Nijmegen, Nijmegen Goed op Weg en Slim op Weg. Het Slim Spitsen initiatief is donderdagochtend ingeluid door wethouder Harriet Tiemens. Ja, deze actie die hebben we lang geleden voorbereid. En dat is echt een noodzakelijke actie ook om mensen toch wel te verleiden om een andere route te pakken dan de Waalbrug in de spits. De verwachtingen of dit goed in de markt zou vallen liggen dan ook hoog. Wij verwachten zeker met de hoeveelheid aanmeldingen die we nu al hebben, 2600 is echt heel erg veel. Maar wij verwachten dat we zo'n 10% van de mensen kunnen verleiden om niet in de spits te gaan rijden op de Waalbrug. De actie is tot dusver goed ontvangen en de vooruitzichten zijn positief. We hebben ook heel veel ervaring mee in het land dat dit soort acties helpen. En helpen om een bepaald percentage mensen uit de spits te krijgen, zodat de stad beter bereikbaar blijft.